Pik-splinternieuw. Hou je van speelse pistes, veel variatie en mooie uitzichten? Dan moet je zeker even deze review verder kijken, want we hebben het vandaag over Sleek 2000. Ik ben hier met Cornelie en Anna en we hebben heerlijk geboord vandaag al hier in Sleek. Het is een klein gebied, maar je hebt best wel heel veel afwisseling met stoeltjesliften, met gondels. Het is gewoon, je hebt genoeg restaurantjes, ook belangrijk. Er is nog iets wat, nou, een funpark, niet super uitgebreid, maar gewoon genoeg. Echt een hele leuke, goede dag aan allemaal ervaringen. Ik vind het vooral tof dat je kantjes lekker mee kan pakken. Je hebt een beetje zo heuveltjes en wat steiler op. En dat je dan weer naar beneden die snelheid kan maken, dat je hem weer de piste op kan klappen. Dat vind ik gewoon tof, want dan kun je een beetje gewend raken aan de sprongetjes, aan de different variaties die nu stelt is, zonder dat het direct heel veel van je verwacht. En dan de bereikbaarheid is natuurlijk ook nog leuk als je kijkt naar de stad. Ja, absoluut. Want vanuit Innsbruck is het 20 minuten rijden. Ja. Dus als je de Ski Plus City card hebt, dan kun je hierheen, maar ook naar de andere gebieden rondom Innsbruck. Ja. Dat is wel echt een voordeel. Wat ik ook relaxed vind, is dat je als ultra beginner best wel prima helemaal naar boven kan met de lift en dan gewoon lekker de blauwe pistes kunt pakken. Zoals hier achter ons, de piste 1, die is prima voor beginners, omdat die lekker breed is en niet te stijl. Maar goed, de dalafdaling bijvoorbeeld, dat is echt wel een groot pad in die zin. Ja. En als je nou echt wat meer gevorderd / vergevorderd bent, er zijn hier niet super veel zwarte pistes, maar je hebt hier natuurlijk wel de skiroutes. Ja. En niet vergeten, de uitzichten. De uitzichten. Ik ben een beetje verliefd op de uitzichten. Ik bedoel, je ziet het al hierachter. Die massieve vind ik al geweldig. Maar ook bovenop, als je, ik weet even niet hoe die lift heet. Maar als je aankomt op de een van de hoogste liften, dan kun je zo het dal inkijken. Zie je zo een stadje liggen. Ja, vind ik prachtig. En toch ook wel een van de mooiste dingen aan snowboarden. Je vindt hier in Sleek 2000 25 kilometer aan piste en 3 kilometer skiroute. Je kunt omhoog door middel van 2 gondels, waarvan de Galbergbaan nieuw is sinds december 2023. Dat is niet het enige wat nieuw is, want met de Galbergbaan heb je ook toegang tot 3 kilometer extra piste. En daarnaast heb je 3 sleepliften, 3 stoeltjesliften en voor de kids 3 rolbanen. Willen jullie nou meer toffe content zien en meer informatie over wintersportgebieden in Oostenrijk? Vergeet dan vooral niet ons even te volgen op Sneeuwplankers. Ik zou zeker naar Sleek gaan als je houdt van een wat meer mellow, meer gemoedelijk gebied. Ja. Mm-hmm. Dat voel je hier wel echt. Ja, niet zo super groot, dus je raakt mensen niet zo snel kwijt. Eerlijk, als ik er een advies over zou moeten geven, zou ik zeggen dat het echt ideaal is als je bijvoorbeeld een vriendengroep hebt met wat mensen die nog niet zo goed kunnen en met mensen die al wel wat meer ambitie hebben. Dan denk ik dat dit best wel heel erg leuk kan zijn. Wil je nou juist een hoger gebied? Check dan deze review van de Stoep bij je Gletscher. Verschillende skigebieden in Oostenrijk. Vergeet dan vooral.